En sluiten we het binnenlands nieuws af met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 14 september. Tijdens de avond en nacht blijft het voornamelijk droog. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden mogelijk nevel. Morgen, donderdag 14 september, zal het droog weerbeeld blijven domineren. De meteorologische dienst waarschuwt dat morgen 14 september de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur. Ten noordwesten van het land is er kans op enkele kortstondig matige onweersbuien.